Hallo allemaal, vandaag is het Black Friday. Vandaar die zwarte beret natuurlijk. Wat kan je daar nou bij tekenen? Goed, we verzinnen wel wat op. Black Friday. Teken je weer mee? Ja, Black Friday. Het is echt een hype in Amerika. Mensen vechten daar in de winkels om hun spullen. Nou, ik hoop niet dat het hier zo'n gekke huis wordt, maar... ik ben bang voor dat het ook deze kant op gaat waaien, die gekte. In ieder geval, mensen gooien allerlei dingen in aanbieding. En je kan, als je een beetje oplet, misschien best wel wat dingetjes scoren. Maar je ziet ook vaak dat winkeliers naar Black Friday toe de prijs verhogen. Om vervolgens, zo op Black Friday dan, zogenaamd met korting voor de oude prijs te verkopen. Maar goed, wat gaan we nou tekenen bij Black Friday? Nou, ik dacht... Laten we eens gewoon een Big Shopper tekenen. Want ja, dat gaan de meeste mensen natuurlijk doen. Die gaan shoppen. Die gaan heel veel spullen kopen. En vaak dingen die ze helemaal niet nodig hebben. Nou, zetten we er ook nog eventjes 50% op. Zo. Misschien moet ik het even zo doen. Ik pas eigenlijk net niet op die tas. Nou ja, goed. Even strepen om het te onderstrepen dat het echt korting is. Hè. Hier zit nog een vouw zo in die tas. Goed. Black Friday. Ja, waarom het eigenlijk Black Friday is, weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb dat ook eerlijk gezegd niet opgezocht hoor. Nee. Maar goed. Black Friday. Koopjes in de tas. En daarmee weg. Nou ja, wat je dan ziet inderdaad. Prijskaartje kun je daar bijvoorbeeld ook bij tekenen. En dat is echt zo'n dingetje wat opvalt. Sale. Hier een touwtje aan natuurlijk. Dan kun je natuurlijk ook nog zo'n... Zo, een labeltje. Misschien met een strik eraan. Zo. Nou goed, sale kaartje eraan. Het procentteken. Dat hebben we hier natuurlijk net al getekend. Black Friday. Ja, voor de rest zou ik het eigenlijk niet weten. Ja, we zouden nog een cadeautje kunnen tekenen. Zo. En laten we hier vast die strik bovenop tekenen zo. Zo, een cadeautje. We hebben natuurlijk het cadeautje alles een keer getekend. Alleen toen was het niet 3D. Dit is dan even een cadeautje 3D. Nou, ik zou zeggen, ga zelf aan de slag met dingetjes die met Black Friday te maken heeft. Of ga gewoon je slag slaan, dat kan natuurlijk ook. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Alvast fijn weekend.